Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de NBA Career Mode. We zijn aangekomen in crunch time van het seizoen. De playoffs zijn begonnen. Eerste ronde speelt tegen de Clippers. Dit is de game 1 van dit jaar's playoffs. Terwijl bijna Luka Doncic al een steal op zijn naam heeft. En als er geen quest echt noodzakelijk zijn, dan gaan we ze niet doen tot aan... Bam! Bam! 2-3 punten om naar playoffs te beginnen. Ik hoop voor de 3 gaan, maar ik denk ik heb een hele grote mismatch daar, dus beter gewoon voor de veilige 2. Je meent het. Oké, daar kom ik goed mee weg. Yes! Net op tijd! Net op tijd! Oh, goed. Voor je eerste kwart zeg. Zo, 14 punten. Net op tijd die laatste schotjes. Ja, dat is Ropie weer veel te veel ruimte gegeven aan mij. Zo traden we points. 16 punten in mijn eerste playoff game. Dank je. Dit keer hoefde ik niet eens te vragen om de paas. Oké. Bam. In je face, Zubac. In je fucking face. Fucking hell. Nog een 3 punten erin. Oeh, die is pijn. Die doet pijn bij de Clippers. Ik versla een keertje Zubac in een rebound. Maakt de punten. Plus de fout. En die gaat er ook in. Come on. Maakt het moeilijker uitzien als dat er nodig was. Geen idee hoe dat zo perfect uitkwam, maar dit werkte. Dit werkte. Bam. Bam. 3 punten. De faal en de punten. Game over. Kunnen deze vuil. Kunnen die zo meteen gaan simmen tot het einde. Want deze is over. Ze geven de kans alleen niet voor met punten. Ik heb punten nodig. Nee, ze geven de kans echt niet. Het is 20 punten verschil. Kom aan. Oh, nu kan het. Echt sim out met punten. Games over. 111 tegen 131. Goeie eerste winst in de playoffs. En er staat dus 1-0 tussen Dallas en... Oké, het is tijd voor game 2 van deze series. En ik spring veel te laat, want ik was even met mijn muis bezig. Maar goed, we zijn bij de tweede wedstrijd tegen de Clippers. De tweede van, ja, geen idee hoeveel. Ja. I just think that's trouble. You're gonna let that guy shoot layups. You're asking for it. And that outstanding drive and finish. And some plays for him. Screens, pick and rolls. Anything they can do to get him started. Easy points again. Come on. Playmaker of Doncic's talents. Was it missing? Quarter play with almost 3 minutes gone. MP. That's easy. Made the right pass. Here's MP. Dag Zubac. Dat is beter. Dat is een betere screen. Nice. Maar is geen good shot contest. Want hij zit erin.
Mavericks with possession. MP with a screen on Powell. A three from MP. Dinwiddie's feet. Dinwiddie's for MP outside. Another three. Bam! Bam! Dat is twee op rij. Bam! Ja, dus als je die niet pakte, dan had ik echt enorm gedacht van wat de fuck ben je aan het doen. Maar we hebben wel gewonnen. 99 tegen 104, come on. Oké, derde wedstrijd in de eerste ronde van de conference playoffs in, de Western, in het Westen. We staan op dit moment samen 2-0 voor. Maar dit is de eerste uitwedstrijd die we spelen. Je kan een defensief breakdown noemen, maar ik hield de wall in de gaten. Dat was een mismatch. Dat was een absolute mismatch. Daar moest ik van profiteren. Bam. Dat is makkelijk. Dat was even makkelijk. Ik had mijn vaste man achter me. Ik weet niet wie de verder stond, maar die, die was totaal niet met mij bezig. En deze gaat even daar weg. Get that out of here. Bam. Ik ging maar zo snel dat ik te snel ging voor mezelf. Weer komt dit. Dit komt weer voort. Uit dat ze donsjes aan het dubbelen zijn. En dan staat er eentje vrij. En ik kan een driepunter hitten. Waar komt dit uit voort? Zubac dubbelt Doncic. Dank je. Dank je wel. En nu. Als ik tenminste zie krijg ik eentje hoeveel punten ik in totaal nu heb. Nou, dat was het ook meteen voor deze helft. Kijk deze. Dat is inderdaad Wall, hè. Ah, hier. Memphis Sacramento 1-1. Golden State 2-0 voor. Minnesota Denver 1-1. Philadelphia Indiana 1-1. Chicago 3-0 voor tegen Cleveland. Brooklyn 2-1 voor Miami. En Boston Atlanta 1-1. Ik zweer je, als Philadelphia straks in de finale komt met Shep, dan is het wel echt fixed. Dan is het echt fixed. Kijk hier, tweede kwart trouwens. 48-25. 48-25. To our coverage of game 3 on 2K Sports. Ik ga gewoon doen hoor. Sim tot het einde met punten. There's no way we verliezen een 38 meer dan 30 punt voorsprong. En we doen het ook niet. Een 145 tegen 117 winst in game 3. Game 3 maakt een 3-0 voorsprong in deze series. En één wedstrijd af van de Conference Western Semifinals. Uiteindelijk 21-7-3. Lijkt niet veel, maar dit is allemaal gebeurd in de eerste helft. Oké, vierde wedstrijd in deze confrontatie tussen ons en de Clippers. Dit met 3-0 voorsprong, dus het kan hier al beslist worden met een 4-0 sweep als wij goed genoeg spelen. Oeh, nice, and one opportunity. Come on. En dat doen we ook lekker. Bam. Eerste punten die niet van Doncic zijn vandaag. Bam. Bam.
Bam. Another free. Boom! Lovely! Kicks it out to MP. And it's good assisting on the play with Hardaway. Into the lane. And that one. Oef, hij staat erin. Ik had gehoopt op de fout eigenlijk. Daar heb ik wat aan. The finish was nice, but the setup was better. Yeah, GA, the pick was into full effect. Yep, that one goes in there. MP's got 7 points for the quarter. Great job. That's too easy. Come on. Deze is binnen. 4-0. Sweep tegen de Clippers. If it's there for him, good decision to take the quick jumper off the catch. Pass to MP. And it is over. It's over. 4-0. De sweep tegen de Clippers. Wauw. I can't believe that is gebeurd. Oké, zoals ik zei, gingen we kijken naar hoe de andere playoffs gespeeld waren. Sacramento wint met 4-1 tegen Memphis. Dat is een huge schokkerende uitslag, aangezien Memphis de nummer 1 was in het Westen. Even kijken, Golden State wint met 4-3 van New Orleans. Dus daar een 7-game thriller. Nou, ik dus de sweep. Minnesota 4-2 van Denver gewonnen. Ook dat is in het echte leven zou dat een enorme schok zijn. Volgens hun niet, want ze hadden Minnesota als tweede team gestaan. Philadelphia is door met 4-2. Chicago hadden we al gezien. Brooklyn schakelt Miami uit. En Boston wint maar net van Atlanta. Ook dat in een 7-game serie. Dus dat is 2 keer een 7-game series en 2 keer een 4-0 sweep. Oké, maar dat is in ieder geval voor deze week. Dat was ronde 1 van even deze uitzetten. Dat is ronde 1 van de Western Conference. We gaan dus naar de semifinals en die spelen we tegen de Timberwolves. Dus zoals altijd, geef een duimpje omhoog, abonneer op het kanaal, volg de kanaal in de beschrijving onder. En tot de volgende ronde. Laters!